We gebruiken allemaal de openbare weg. Te voet, met de fiets, met de step, soms met de wagen, als bestuurder of als passagier. Het is ook duidelijk dat verkeersveiligheid een ketenaanpak nodig heeft. Samen met mijn collega's van Mobiliteit en Justitie investeren wij in die ketenaanpak. En ik heb zelf uiteraard ook een belangrijke verantwoordelijkheid van enkele onderdelen van die keten. En tant que ministre de l'Intérieur, je suis aussi responsable pour quelques éléments de la chaîne. Et je crois fortement dans le respect mutuel. En tant que la voirie est un espace public, tous les usagers doivent vivre ensemble et utiliser l'espace public ensemble. Et donc, on a lancé la campagne Respect Mutuel pour mettre le focus sur le respect de tous les usagers de la voirie. De vraag is volgens mij ook niet hoe het snelst geraken van punt A naar punt B. De vraag is hoe we veilig, duurzaam en op tijd van punt A naar punt B kunnen geraken. Innovatie en digitalisering zijn daarbij ook enorm belangrijk. We moeten blijven investeren in innovatie om onze infrastructuur veiliger te maken. Ik duid dit graag met een concreet voorbeeld. Eerder dit jaar lanceerden we de eerste automatische roodlichtcamera bij een spoorwegovergang. Die camera werkt digitaal en is innovatief omdat hij elke overtreding bij een spoorwegovergang kan vaststellen. Op die manier kunnen we de gebruikers en de bezoekers van die spoorwegovergang veilig over de overgang zetten. Aan sancties moet in elk geval, mijn zinziens, ook sensibilisering vooraf gaan. We moeten gebruikers van de openbare weg blijven bewust maken van het belang van verkeersveiligheid. Daarom blijf ik investeren in acties zoals het weekend zonder alcohol, de week van de mobiliteit of flitsmarathons. Soms zijn dat onaangekondigde acties en we laten dat samengaan met aangekondigde acties. Op die manier kunnen we de bewustwording en de verkeersveiligheid vast en zeker verbeteren. Dankzij doeltreffende controles en een doelgerichte aanpak zorgen we voor veilige openbare wegen. De inzichten die we verkrijgen uit die controles en uit die acties kunnen we ook meenemen om de bewustwording voor andere bestuurders nog te verbeteren. Mon attention se porte principalement sur les personnes vulnérables sur la rue. Par exemple, on peut penser aux enfants qui se mettent sans protection suffisante sur la rue, par exemple sans casque. On doit vraiment investir dans la connaissance de la route, du code de la route pour les personnes vulnérables. Il y a aussi des usagers des nouvelles formes de mobilité comme les trottinettes électroniques. Il doit vraiment investir à l'avertissement, mais également la connaissance du code de la route pour garantir la sécurité routière. Recent woonde ik ook een controle van vrachtwagenchauffeurs op een snelwegparking bij. Naast controle op rijden onder invloed, op snelheid, maar ook controle op de lading, werd ook gecontroleerd op het welzijn van de chauffeur zelf. Want ik geloof er sterk in dat een chauffeur die zich goed voelt, ook beter in staat is om de wegcode en de regels te respecteren. Dat is zo belangrijk. Samen met de politie blijven we dus inzetten op die ketenaanpak en die aanpak vanuit de verschillende beleidsdomeinen, zoals justitie en mobiliteit. We zetten ons samen in om verkeersveiligheid beter te maken.